En aan de andere kant in de studio, het is bijna een presidential debate, waar het niet dat Mats Akkerman bij ons zit, gewoon onze politiek verslaggever Mats Goede. En er toch morgen wel iets vitaler bij zit. Inderdaad. De kandidaten, hoop ik. Niet knikkenbollend. Oh my god, nee, het was niet fijn. Dat ik wat coherente dingen ga zeggen. Zeker, dat zit er dik in. En gelukkig hebben we ook nog bij ons voor de echte coherentie de missionair minister Michiel Aliansens van Economische Zaken Klimaat. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Mooie intro. Dank u. Het vierde kabinet Rutte. Binnen anderhalf jaar gevallen, maar in de missionaire staat nog een jaartje erbij. Eerst even naar jou als het mag, Mats. Want gisteren stond jij in Brussel. We zagen de top, hè, de Europese top. Ja, dat was ik niet, hè. Nee, dat was je niet. Maar het laatste optreden van Rutte, want die was daar wel. Nou, die zou tot en met vandaag zou die daar ook aanwezig zijn. Was de top ineens in een dag klaar. Dus die ministerraad die vorige week al de laatste was, hij is vandaag opnieuw een soort Heintje Davids. Ja. Misschien is hij er volgende week wel weer. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ik durf niks meer te zeggen. Ja, ik weet dat Rob Jetten, de vicepremier, was al voorbereid om de ministerraad voor te zitten. Eigenlijk ook een beetje tegen zijn zin in. Want hij hoopt ook wel dat het inmiddels een keer klaar zou zijn. Hè. Ze lopen natuurlijk elke keer een beetje uit met de planning. Maar hij is er toch nog een keer bij. Het afscheid nemen, dat gaat soms ook mis. Want ik heb vorige week afscheid genomen van de ministerraad. En dan ga ik er morgen weer naartoe. Omdat dit nu weer maar één dag duurde en niet twee dagen. Dus ja, misschien ben ik hier dan maandag weer voor een Europese raad. Maar dat is niet voorzien. Dat weet je niet, maar wel Brusselse wafels. Waarschijnlijk meer mee vanuit Brussel. Mevrouw Aliansens, nogmaals goedemorgen. De tweede keer afscheid, weer gebak. Dat gaat niet goed met de pontjes zo. Nee, dat gaat het sowieso niet in dit werk. Dus vaak lekkers te eten. Nee, maar ik vermoed ook zomaar dat misschien Mark Rutte niet gaat voorzitten. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat dadelijk gaat. Oh, want Jetten die heeft... Ja, die want moet... we hebben natuurlijk al helemaal de hele afscheid gedaan vorige week. Ja, toch een beetje gek dat hij er dan wel weer bij zit. Wel ook wel leuk, hè? Dat is toch zo'n afscheid waarvan je dan denkt van nou, dat is definitief. Dat het toch achteraf even niet definitief blijkt te zijn, omdat hij toch nog eventjes terugkomt. Ja, dit zijn wel een typische de Mark Rutte-anekdotes die wel heel erg bij hem passen. Ja. Zeker. Je zijn ook een beetje een sfeermaker in de ministerraad? Of is het juist, gaat het allemaal wat vlotter als hij er niet is? Ja, dat zijn twee vragen. De eerste is hij een sfeermaker? Ja, dat is hij zeker. Mm-hmm. En het gaat ook af en toe wat vlotter als hij er niet is. Oh, waar zit hem dat dan in? Beide ja. Ja, beide ja. Ja. Waar zit hem dat in? Vraagt Nina. Met name dat niet zo vlot. Hij is sfeermaker. Hij heeft ontzettend veel kennis van zaken. Een hele vlotte manier van doen. Nou, dat zien we volgens mij allemaal. Ja. En hij kan ook heel mooie dingen aan elkaar koppelen en daar mooie anekdotes bij vertellen. Dus dat is altijd zeer amusant. Nee, maar het feit dat u zei, hij is juist, soms kunnen we wat sneller als hij er niet is. Ik denk inderdaad precies wat u zegt. Vlotte man, die gaat een beetje hup, hup, hup op die agenda. Maar u zegt, nou, het kan wel wat sneller. Nou, kijk, wat ik net. Die twee dingen hangen een beetje met elkaar samen. Mark Rutte heeft heel veel achtergrondinformatie, die deelt hij ook. Hij betrekt veel mensen van de ministerraad in de discussie. En nou, er is ook af en toe wel ruimte voor een grap. Gelukkig, zeg ik dan. Ja. Want daarmee is het ook echt vaak een heel prettig gesprek. Precies. En een bijzonder mens. Gaan we hem echt mogen we hem gaan missen als groot staatsman? Want u heeft hem nu de afgelopen 2,5 jaar echt als minister meegemaakt en als MP. Ja, ik denk dat we hem enorm gaan missen. Ik denk dat Nederland nog niet half door heeft hoeveel waarde Mark Rutte heeft gehad voor Nederland. Voor Nederland zelf, maar ook in het buitenland bij het vertegenwoordigen van Nederland. Hij is enorm goed in staat om mensen bij elkaar te brengen, goed te luisteren, alle belangen op het netvlies te hebben. En ja, hij is een enorme goede minister-president. Ja. Nou, was u onze minister van Economische Zaken en Klimaat. Het was bijna. Laatste ministerraad vandaag, mevrouw Aliansens. En dan moet je de ambtenaren ook achter je gaan laten en de sleutel van het departement overdragen. Bent u tevreden als u terugkijkt op die afgelopen 2,5 jaar? Ja, het was natuurlijk een beetje kort. Dus die 2,5 jaar, dat is best een korte periode om veel voor elkaar te krijgen. Ja. Dat waren twee hele mooie dagen. Nee, dat was natuurlijk niet 2,5 jaar. Maar desalniettemin denk ik dat we wel met tevredenheid... Dit kabinet heeft ook een heleboel dingen voor elkaar gekregen. En zeker ook als ik naar mijn eigen portefeuille kijk, dan denk ik, nou, het vestigingsklimaat, ondernemersklimaat, bedrijven, we mogen het er weer over hebben. We hebben er ook best wel veel voor in stelling gebracht, dingen bereikt. Dus ja, daar kijk ik ook wel met enige tevredenheid. Ook een beetje de wind meegehad natuurlijk, hè? Post-covid, de wereld kwam weer een beetje op gang. Ook de wind in de zeilen gehad gewoon. Hè? Vanaf 10 januari 2022 stond u het bordes. Ja, vandaar af is het alleen maar crescendo gegaan. Dat, met hartelijk dank aan het kabinet Rutte 3. Nou, als natuurlijk we kwamen, wij zijn aangetreden nog in de coronaperiode. Ja, precies. Was nog een lockdown.
Dus de eerste opgave was zorgen dat het allemaal weer open, de winkels weer open gingen. Mm-hmm. Dat je weer naar de horeca, dat iedereen weer een drankje ergens kon gaan drinken, kon eten. Dus dat was de eerste uitdaging. En daar vervolgens kwam natuurlijk de oorlog in de Oekraïne overheen. Ja. En dat noem ik toch niet echt een makkelijke start. En nee, zeker precies. Niet voor de mensen daar. En de prijzen gingen natuurlijk gigantisch omhoog. Ja. Voor energie en ook in de winkel. Dus dat waren wel uitdagingen. Zijn er nog steeds. Maar anderzijds, als je kijkt naar het bedrijfsleven, waar u dan ook over gaat als minister van Economische Zaken, dat heeft het goed gedaan. Heeft goed volgehouden. Gaat goed. We kijken nog steeds naar een krappe arbeidsmarkt. Wat natuurlijk niet fijn is. We hebben nog steeds inflatie, wat niet fijn is. Maar uiteindelijk, we zijn niet in een enorme, ellendige economische crisis gekomen. Sterker nog, we hebben ons er redelijk doorheen geslagen door die twee gamechangers. Ja, ik denk dat we dat heel goed hebben gedaan. Laat ook zien dat Nederland heel veel trekkracht heeft. Dat we heel veerkrachtig zijn. We kunnen een heleboel aan. We zijn heel creatief. We zijn heel ondernemend. We werken hard. Maar er zijn wel grote... er zijn ook wel zorgen, zeg maar, waar je mee aan de slag moet. Waar we ook mee aan de slag zijn gegaan. Omdat het niet vanzelf altijd goed blijft gaan. Dus je moet iedere dag weer blijven werken aan dat duurzame Nederland. Ja. En nou, maar 2,5 jaar de kans gehad om... En u zegt, ja, eigenlijk proef ik een beetje tussendoor... net de kans gehad om het een beetje lekker te gaan doen. En dan geeft u op, zeg ik dan eventjes. Dan gaat Dirk Beljaerts ineens aan het werk. Terwijl ik dacht van, ja, wacht even. We hebben daar een bewindsvrouw die uitstekend opgewassen is... tegen de uitdagingen die er liggen. Waarom niet gewoon lekker door? Nou, kijk, ik ben van buiten de politiek deze plek gevraagd. Dat was een extra parlementair kabinet, werd ons beloofd. Ik denk, nou ja, Mihri Aliaatsi, die vinken we zo erbij. Hoppakee, die staat. Ja, nou, dank u daarvoor, maar ik heb met heel veel plezier dit gedaan. Ja. En ik ga ook weer kijken wat er nu op mijn pad komt. Het was voor mij geen vanzelfsprekendheid om automatisch door te gaan. Bovendien, deze plek was ook niet beschikbaar. Dus dat bij elkaar opgeteld maakt dat ik gewoon weer omheen ga kijken. Maar is het nou zo dat u zegt, er was geen plek voor mij... en het is in de postenverdeling is het zo gelopen? Of zit u nou eigenlijk ook bij dat kamp mensen die zegt... ja, ik had best doorgewild, maar niet met de PVV? Ja, ik heb heel erg duidelijk gekozen voor... ik ben erin gestapt in een tijd dat ik dacht... dit economische zaken is de mooiste plek die er is. En met de kennis en ervaring die ik meebracht... was dat een geweldige match en een geweldige uitdaging. En dat is nu niet aan de orde, dus ik ga gewoon weer verder kijken. En ik ben daar helemaal, dat is helemaal prima. En waar gaan we u tegenkomen straks? Dat is een hele mooie vraag, ook voor mij. Dus dat gaan we gewoon helemaal zien wat er gaat komen. Oké, dus er wordt de zomer gebruiken om daar eens over na te denken. Ja, we gaan zeker nog even wat vakantie houden. Dat lijkt me ook zeer welkom. Ja. En dan gewoon flink, kijken wat er gebeurt. En dan even de legacy, Mihri Aliaatsi, die overdraagt aan de oud Koninklijke Horeca Nederland directeur Dirk Beljaerts. Wat heeft u voor lijk in de kast voor hem liggen? Ik hoop niet te veel. Ik heb gelukkig al kennis met hem gemaakt. We hebben wat dingen gedeeld. Uh-huh. Hij staat zeer open, zeg maar, voor wat er allemaal in gang is gezet. We hebben natuurlijk gewerkt aan heel veel zaken om weer de ondernemers weer een goede plek te geven. Ja. Ook zijn belang wil hij ook meer door, dus dat is prima. En lijken, ik hoop dat we gewoon de lijn kunnen voortzetten. Ja. Werken aan een innovatief, duurzaam Nederland. En daar is enorm veel voor al gebeurd, voor de maritieme sector, maar ook voor het MKB. En het zou heel goed zijn om die lijnen door te zetten. Ja, en dat zegt u, dat duurzame, heel leuk. Want dat paste zo mooi in dat ene kleine stukje wat besloten lag in het departement wat u leidde. Klimaat. En klimaat is er uitgesloopt. Is dat handig? Ja, klimaat zit nog steeds onder het departement. Ja. Natuurlijk nog steeds onder... Maar u was minister van Economische Zaken en klimaat. Hè? Dat geeft de status. Ja, en hij straks niet. Nee, maar heeft dus een hele grote portefeuille. Van digitalisering tot MKB, tot ruimtevaart, tot verduurzaming. Dus dat is een enorme portefeuille. En wat natuurlijk heel erg de stap die we nu gemaakt hebben... is om met bedrijven te kijken hoe we kunnen verduurzamen. Mm-hmm. Nou, en dan is het ook heel mooi om te kijken of je die groene groei ook kan combineren. Ja. En misschien is dat wel weer veel effectiever dan wat we de afgelopen periode hebben gedaan. We ontwikkelen ook steeds verder en dat is ook goed. Maar er zat ook heel veel geld bij klimaat, wat nu wel gewoon uit het ministerie verdwijnt. Er heeft toch een kleiner potje over voor Dirk Beljaerts. Nou, het Klimaatfonds zat altijd al bij Rob Jetten. Hè. Dus er moest altijd, Rob en ik hebben heel erg samengewerkt om te kijken hoe we kunnen zorgen dat een deel van het geld gebruikt kan worden voor de industrie bijvoorbeeld, of voor het MKB.
En dat zit nu wat, waarschijnlijk wat meer in één hand. En dat is misschien ook wel een beetje praktischer. Ja, want u moest ook af en toe wel een beetje ruzie maken daarover, toch? Good cop, bad cop. Hè? Hij wilde vergroenen, maar die bedrijven moesten natuurlijk niet te veel regels in één keer opgelegd krijgen. Ja, kijk, ik ben altijd heel erg voor realistisch verduurzamen geweest. Je moet zeker die doelen stellen. Je moet zeker zorgen dat we daar stappen in maken. Dat is belangrijk voor iedereen. Maar het moet wel kunnen, want anders raak je al je bedrijven kwijt. Nou, en die combinatie zit waarschijnlijk nu wat meer in één hand. En dat is een goede zaak. Ja. Maar Allianz, u gaat nu weg. Rutte ook. Heeft u nog een boodschap voor Mark Rutte? Voor Mark? Ja. Nou, vooral even misschien een paar maanden lekker genieten voordat hij weer vol aan de slag gaat. Want hij heeft echt de afgelopen 14 jaar niet of nauwelijks vakantie gehad. Dus ik gun hem dat van harte. Zeker. En dan heel veel succes bij zijn nieuwe plek. Ja, en zijn nieuwe plek in de NAVO. En daar inderdaad misschien af en toe een beetje minder anekdotisch zijn en zaken doen en effectiever onderhandelen en vergaderen. Nou, ik denk dat die combinatie ook daar heel welkom is. Want uiteindelijk houdt hij zeker het doel goed voor ogen. Mooi. Dat komt vast goed. Dank. Ja. De missionair minister Michiel Adriaans van Economische Zaken en politiek verslaggever Mats Akkerman hier in de studio.